Ik ben Judith van hondentaak.nl en ik kreeg vandaag een vraag over iemand met een hond uit het buitenland die uitvalt naar mensen omdat hij niet gesocialiseerd is. Nu is de vraag, haar vraag, moet ik dit blijven oefenen of moet ik accepteren dat mijn hond zo is? En moet ik me daarbij neerleggen? En dit is een heel interessante vraag, want er zit van alles in. Op het moment dat je een hond hebt die niet goed gesocialiseerd is, is eigenlijk je eerste keuze, zou mijn eerste keuze zijn, altijd gaan oefenen. Want op het moment, je weet van tevoren nooit hoe snel jouw hond een training oppikt. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat op het moment dat jij gaat oefenen, je eigenlijk heel snel resultaat behaalt. Nou, heb je niet geoefend, dan is dat natuurlijk een gemiste kans. Dus ik zou altijd zeggen, het begint bij oefenen. Wat je niet doet, dat weet je niet. Dus het zou zonde zijn om dat niet als eerste te proberen. Maar op het moment dat je heel erg de focus legt op het resultaat, dus je wil gaan oefenen, uiteraard om dat gedrag te verbeteren, maar in je hoofd zit misschien wel dat je hoopt, wenst, denkt dat je eind van de week, eind van de maand een bepaald resultaat behaald zult hebben. En op het moment dat dat dan niet lukt, is dat ontzettend frustrerend. Dus ergens in dat proces komt ook een stukje acceptatie kijken. Op het moment dat je zegt, deze hond wil ik houden, ik wil hier de rest van mijn leven mee delen, dan zal je bepaald gedrag ook moeten accepteren. Ook al ben je er niet blij mee, wil je het verbeteren. Maar zou je dat niet doen, dan wordt het een heel vervelend samenleven. Die training, die voortgang van die training, zeker met zoiets wat heel erg eigenlijk op de emotie van de hond werkt, dat kan je slecht pushen. Denk aan iemand met een angststoornis en je gaat zeggen, ik wil dat jij over een maand niet meer angstig bent voor... Nou, dat kan niet, want die persoon, dat is een eigen groeiproces. Zo werkt dat bij je hond ook. Dus je zal in eerste instantie ook moeten accepteren dat je hond is zoals die is. En dat je dat gedrag uiteraard wil verbeteren. Maar dat de hond het tempo bepaalt in die training/therapie. En op het moment dat je dat kan accepteren, dan is de hond leuk zoals die nu is. Dan ga je er alles aan doen om uiteraard de situatie sowieso veilig te houden. Dus je gaat het gedrag begeleiden. Daar ontkom je niet aan. En dan ga je oefenen voor beter gedrag. Maar als je je er nou op instelt dat je hond is zoals die is en dat hij leuk is zoals die is, dan is eigenlijk elke voortgang mooi meegenomen. En soms zie je bij honden die op latere leeftijd gesocialiseerd moeten worden, dat echt veel tijd vraagt. Soms heb je eigenlijk vrij snel resultaat. En dan is het misschien nog wat schaven in de toekomst. Maar bij sommige honden gaan hier maanden en soms zelfs jaren overheen. Dus op het moment dat je accepteert dat je hond goed is zoals die is, dan lukt dit. Want dan is het gewoon zoals het is. En alles wat daar aan vorderingen komt, misschien zeg je wel na een paar jaar, goh, we hadden het nooit gedacht. Maar eigenlijk zien we nu toch dat die hond naar alle vreemde mensen eigenlijk heel vriendelijk is geworden. En dat kan echt. Maar zou je het niet accepteren, dan ga je waarschijnlijk elke hobbel op de weg als een grote teleurstelling zien. En als we het hebben over training of therapie, dan zijn die hobbels eigenlijk onvermijdelijk. Ik zie het bij iedereen. Dus het gaat even goed, dan gaat het slecht, dan gaat het weer beter, dan gaat het weer wat slechter. En als je hebt geaccepteerd dat het is zoals het is, dan vier je de succesmomenten en dan denk je bij zo'n hobbel, ja, vervelend, maar we gaan gewoon door. En als je heel erg de druk hebt gelegd op resultaat, dan kan zo'n hobbel ervoor zorgen dat je denkt, ja, zie je wel, we stoppen ermee. En we stoppen ermee betekent vaak dat een hond dan herplaatst wordt. Of in het ergste geval geëuthaniseerd. Dus acceptatie, ja, wil je met je hond oud worden, dan is dat absoluut een onmisbaar iets. Maar oefenen, hou zeker vol, want het kan echt zijn dat er na lange tijd alsnog goed resultaat komt. Tot de volgende!